verder doen. 60 jaar lid bent van deze EHBO. En dat zijn er niet veel die u dat bij deze afdeling of bij een heleboel andere afdelingen van de EHBO of waar dan ook in het vrijwilligerswerk die u dat nadoen. Is dat nog steeds hetzelfde als voor 60 jaar terug? Nee, er is enorm veel veranderd in die 60 jaar. Ik zal even beginnen. Ik ben even al te kaarten in een fabriek. Hebben ze mij gevraagd of ik EHBO-man wil worden. Ik ben EHBO-man geworden met hart en ziel. Ik heb twee jaar studie voor over gehad om dat te doen. Toen ben ik ook in het bedrijf bij de EHBO gebleven. Ik heb daar verder nog een opleiding gevolgd als brandweerman. En ik was bij het bedrijf zelfbescherming, dat ben even al te kaarten. En zodoende heb ik dat allemaal langzamerhand opgebouwd om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Ik ben ook bij de EHBO altijd doorgegaan. Ik heb bij de winterdag altijd 24 lesavonden gevolgd. Nadat er nu maar zo weinig lessen worden gegeven op het ogenblik. Persoonlijk vind ik het echt jammer dat er zo weinig gedaan wordt meer. Maar het is wel belangrijk dat de mensen ook als EHBO het werk gaan doen wat ik geprobeerd heb om heel rustig op te bouwen in die 60 jaar. Dus wat ik maar wil zeggen, er zijn maar weinig mensen die voor een zo'n mooie vereniging als de EHBO en een zo nuttige organisatie als de EHBO zo lang de schouders eronder zetten. En daar mag best bij stilgestaan worden. Dat is feitelijk wat gebeurt en waarom ik hier nu ook ben. Dan is het cirkeltje rond, want dan kom ik bij de feitelijke reden waarom ik hier ben. Namelijk dat ik als burgemeester, als woordvoerder van al die mensen die in de stad Almelo genieten van evenementen, van lopen, van avondvierdaagse, van je kunt het zo gek niet bedenken waar de EHBO de schouders onder zet. Namens die gemeenschap mag ik waardering komen brengen. En dat zijn deze woorden, waarderende woorden. Maar dat is ook een blijk van waardering dat maar weinig Almeloers ten deel valt. En dat ook alweer een hele poos niet meer uitgereikt is. Dat is namelijk de stadsspeld van de gemeente Almelo. En die wil ik u heel graag opspelden, want dat doe je met een speld. Laten we u graag ook eerst even zien. De Almelo-speld, zo ziet hij eruit. En als u mij toestaat, dan ga ik hem met uw revers spelen. Met de sluiter erbij, want dan gaat u zich daar ook niet aan bezeren. Met de ruiten 3 van Almelo erop. Meneer Kort, van harte gefeliciteerd. Draag hem met trots. Dank u wel. En wees een voorbeeld van ons allemaal. Ik hoop dat je dat verenigt. Er hoort ook iets bij wat bij een heleboel mensen in de linnenkast verdwijnt. Maar wat ik in uw geval niet hoop, namelijk een oorkonde.